Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En ik heb vandaag voor jullie dan eindelijk weer een bullet journal video. De vorige video van mijn bullet journal video was best wel goed bekeken. En ik kreeg er best wel veel leuke reacties op. Dus daarom heb ik voor jullie daarom weer een bullet journal video. Als jullie dit vaker willen zien, laat het dan eventjes zien door een duimpje omhoog te doen. Dan weet je dat ik er meer moet maken. En ik heb vandaag voor jullie een bullet journal video van de maand juli. Want die staat alweer om de hoek. Dus of hij is al begonnen als jullie deze video kijken, I don't know. Maar laten we maar gewoon beginnen. Nou, als allereerst begon ik met de voorpagina. En ik wou de voorpagina dit jaar niet, deze keer niet te moeilijk maken. Dus ik had gewoon gekozen om van zo'n watercolor paper te beschilderen met waterverf. Ik heb het met allemaal verschillende kleurtjes gedaan. Met blauw, groen, oranje, geel, roze, lichtroze, geel en zo. En daar ging ik eerst met potlood op schetsen. Juli. Hier optekenen is best wel lastig, want het komt er niet zo mooi uit te zien. Dat is ook wel het resultaat. Daarna ging ik overheen met permanent marker. Zodat het mooi zwart was. En dan deed ik er nog een hartje bij. En ja, ik wou deze voorpagina niet te moeilijk maken. Omdat ik gewoon natuurlijk heel veel inspiratie ervoor had. En als laatste deed ik er nog wat washi tape aan de hoekjes bij. Zodat het een beetje leek als een foto. Ik vind het een hele vrolijke voorpagina. En deze kleuren gaan nog heel veel terugkomen in mijn weekplanner. Dus ik ga elke week een ander kleurtje gebruiken. Dus zo ziet eigenlijk mijn voorpagina eruit. Met week 27, daar zijn we alweer, in maand juli. En ik begon, ik had als allereerst al voorgetekend met potlood. Zodat het wat makkelijker was en wat sneller was om te filmen. En daarna ging ik er overheen met fineliner, met zwarte fineliner. Dat ging ik eerst week 27 doen. Ik was hier met deze week een beetje aan het experimenteren met andere lettertypes. Ik heb zo'n boekje gekregen. Voor mijn verjaardag, zoals vorig jaar al, maar dat maakt niet uit. En ik wou een keer gebruiken, dus daarom heb ik elke eerste letter van de dag heb ik met zo'n letter gedaan, zoals je wel ziet. En ik vond het er best wel leuk uitzien. En daarna ging ik ook de vakjes tekenen. Het is vakantie in juli, dus ik heb dan niet zo heel veel plek nodig om er iets bij te tekenen. Te zetten, zeg maar. Dus ja. En daarna, als ik alle vakjes had gekleurd, ging ik er nog overheen met roze. En bij alle getalletjes ook met roze. Zodat het een wat vrolijker effect geeft.
dat deed ik dus zeg maar bij elke, dat doe ik, dat ga ik dus zeg maar doen bij elke week. En ik heb er nu nog een bladzijde erbij gemaakt. Want anders is het wel echt super saai. En dat is een doodlepagina met doodles. Waar ik allemaal doodles op ga tekenen. En dat doe ik met zulke stempeltjes. Wat super leuk uitziet. Dan zet ik aan de bovenkant doodles. En dan kan ik hier gewoon mijn creativiteit in kwijt. Met allemaal doodles uitproberen. Want ik wil daar wel wat meer van gaan gebruiken. Want ik doe dat niet zoveel. Mijn bullet journal. En daarna trek ik een ananas over. In het hoekje. Zodat het er iets meer opgepimpt uitziet. Super simpel. Maar wel echt super leuk. Alles alweer. Het is niet zo heel veel deze maand. Ik doe er eigenlijk nooit zo heel erg veel in. Ik wil wat meer leukere dingetjes erbij doen. Op quotes of zo ertussendoor. Of foto's plakken. Maar ik ben er nog niet zo heel goed in. Ik vind het leuk om te doen. Maar bij andere maanden zag het er iets leuker uit. Bijvoorbeeld dit is bij juni. En bij mei. En april. Het ziet er gewoon allemaal net iets vrolijker uit. En dan al helemaal die van maart. Wacht, ik ben nog even aan het zoeken. Het ziet er gewoon allemaal wat creatiever uit. En ik vind het leuk om te doen. Maar ik had er de laatste tijd gewoon niet zoveel tijd voor. Om heel erg uitgebreid in mijn bullet journal te schrijven. Omdat ik proefwerkweek had. Nu heb ik vakantie. Dus nu kan ik al mijn creativiteit erin kwijt. En kan ik ook weer allemaal leuke video's gaan filmen voor jullie. Want ik heb 2 weken geleden wel een lookbook geüpload. Die echt al best wel veel bekeken is. Echt al 500 of zo. Of bijna 500. Echt super bedankt daarvoor. Maar ik ga sowieso in de vakantie. Als ik op vakantie ga vloggen. Dus heb je daar zin in, vergeet dan niet om te abonneren hier beneden op de rode abonneerknop. Zodat je op de hoogte blijft van alle leuke video's. En dan was het eigenlijk al deze video alweer. Maar ik ga proberen vooruit te filmen. Want ik heb daar nu al de tijd voor. Dat ik als ik op vakantie ben gewoon allemaal video's voor jullie heb. En als ik dan terugkom van vakantie, dat ik gewoon leuke weekvlogs heb voor jullie. Dus hopelijk vond je deze video leuk. Vergeet dan niet om een blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren op mijn kanaal. En laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag weer in de volgende video. Doei doei!